Oud-minister Camille Eurlings uit Valkenburg wordt vervolgd voor mishandeling. Eurlings wordt ervan verdacht zijn ex-partner te hebben geslagen in Valkenburg in juli 2015. De vrouw deed een half jaar later aangifte. En Jean van Hoof op de redactie. Jean Eurlings wordt wel vervolgd, maar waarschijnlijk hoeft hij niet voor de rechter te verschijnen. Hoe zit dat? Nou, het Openbaar Ministerie wil deze zaak het liefst afdoen buiten de rechter om. Dat kan in dergelijke zaken. Tijdens zo'n zogeheten OM-zitting wordt dan aan een verdachte een taakstraf aangeboden of een geldboete. En als die dan ja zegt, die verdachte, tegen dat voorstel, dan komt het niet tot de rechtszaak. Maar eerst moeten Camille Eurlings en zijn ex-vriendin nog laten weten aan het Openbaar Ministerie of ze iets voelen voor mediation, voor bemiddeling. Dat moeten ze voor volgende week donderdag laten weten. En ja, als dat lukt, ja, dan wordt de volgorde, ja, dan is de zaak eigenlijk geregeld. Dus de volgorde is eigenlijk mediation, OM-zitting en dan eventuele rechtszaak. Ja, stel nou, hij wordt uiteindelijk veroordeeld. Wat voor gevolgen heeft dat dan voor Eurlings? Nou ja, als er zo'n OM-zitting komt en hij accepteert een geldboete of een taakstraf, dan krijgt hij natuurlijk een aantekening op zijn strafblad. En ja, wat dat dan precies voor zijn carrière betekent, is natuurlijk heel moeilijk in te schatten. Maar ja, dus natuurlijk nooit bevorderlijk voor die verdere carrière. Jean, heeft Camille Eurlings zelf al gereageerd? Nee, hij heeft zelf nog niet gereageerd. En dat geldt ook voor zijn topadvocaat Gert-Jan Knoops. Ook die heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar. Jean van Hoof, dankjewel.